heren, goedenavond voor de halve finale van de Amstel Cup tussen Ajax 2 en FC Utrecht. En daar is het 2-2. Helemaal vrij. Nando Rafael, zijn tweede van deze halve finale. Vroeger kon ik het niet geloven dat ik die goal gemaakt heb, want koppen was niet echt zo mijn ding. Hij zat er wel lekker in. De 11-jarige Nando Rafael vluchtte 11 maanden geleden uit Angola. Hij verblijft sinds kort in het asielzoekerscentrum. Hij traint 3 maal per week en speelt zijn wedstrijdjes in de D1 van Ajax. Van die eerste training, wat ik me kan herinneren, het geur in de kleedkamer. Je komt op een gegeven moment binnen, zie je al die jonge kopjes zitten, ze kijken allemaal aan. Ik wist niet wat ik meemaakte. Ja, toen kwam Jan Olderiekering voorstellen. Ja, dat is Nando Rafael, een jongen uit Angola. Hij gaat vandaag met ons trainen. Ik denk dat we aan de bak kunnen en dat we een fantastische partij op de mat kunnen leggen. Veld is glad, bal gaat snel. Dus dat is ons voordeel. Nando was gewoon één van ons. En los dat het een heel leuk joch was en is... kon hij ook nog eens heel goed voetballen. Hij was gewoon een hele sterke spits om tegen te spelen. Het waren altijd wel hele mooie duels. Ja, dat ging echt alleen maar puur om de winst. Het was gewoon een hele ontspannen jongen die altijd vrolijk was. Altijd. Ik vond het altijd mooi. Als wij hadden verloren, dat iedereen aan het huilen was, deed ik ook op een gegeven moment. Dan was het meer, kom op, weet je wel. Iedereen zo'n beetje motiveren, dat had ik toen die tijd al. Volgende week moeten we afslaan tegen de muziek. Ja, maakt niet uit, we zijn er gewoon aan. Jezus, man, de kansen vlogen voorbij. Ja. Ik had die ene gewoon moeten scoren. Ik ook, man, 2 keer. Iedereen was positief, maar misschien straalde ik dat een beetje meer uit. Ik denk aan dankbaarheid en zeker ook, je maakt iets mee wat... Ik bedoel, het overkwam mij gewoon. Ja, dus ik denk... Ik wil niet zeggen dat ik meer genoten heb als de rest. Maar voor mij was het gewoon, het leek wel een film. Het leek wel een droom. Ajax 2 heeft de derde ronde van het Amstel Cup toernooi bereikt. Gisteravond werd op de toekomst met 4-0 van eerste divisieclub Haarlem gewonnen. Het eerste doelpunt viel pas na een uur. Stefano Zeedorf was de verdediging van Haarlem te snel af. En zette Ajax op een 1-0 voorsprong. Ja, ik weet nog dat wij tegen de linksback, Erik Piquet, die speelde in de jeugd bij Ajax. En die, hij zei van ja, ik ging achter je, maar hij zegt van, ik rende achter je aan. Hij zegt van, maar ik zat op de brommen, jongen. Hij zegt, ik kon je gewoon niet meer bijhouden. Hij zegt, dat is bizar. Gewoon die versnelling, in een versnelling, in een versnelling. En het was een mooie goal. Als je met 2 ploegen tegen elkaar speelt die in principe toch een beetje gelieerd zijn aan elkaar, dan hoop je toch zelf natuurlijk ook wel dat je wint. Eigenlijk het hele bekeravontuur wat we toen gehad hebben met Ajax 2, zoals het toen nog heette, was eigenlijk een beetje ook een droom. We hadden bijvoorbeeld elke wedstrijd speelden we thuis. We hadden een klein groepje van jongens die overal van de wereld vandaan kwamen. Australië, Ghana, Ecuador, Volendam. Dus en we zijn dat toernooi begonnen eigenlijk in een groepsfase. En nou goed, daar zijn we doorheen gerold. We loten elke keer thuis. Dat was ook wel natuurlijk hartstikke leuk. We begonnen op de toekomst natuurlijk met wedstrijden Haarlem. De Graafschap hebben we gespeeld. Het was uitgerekend invaller en A-junior Nando Rafael die de wedstrijd in bestuurde. Ja. Shirtje uittrekken. Ja, voor mij is het voeten. Heerlijk, heerlijk. Ik bedoel, ik heb daar gewoon geen woorden voor. Ik bedoel, nadat ik gescoord had, ik ontplofte gewoon van de vreugde. Dus
niet te verklaren, denk ik. Ja, dat zijn mooie momenten. Dat zijn echt mooie momenten waarvoor je dan op het veld staat. En je hebt al gezien toen ik scoorde dat iedereen gewoon echt heel erg blij voor me was. Dat is echt mooi om te zien. Dat is mooi om te zien. Het laat zien dat ik daar ook echt mooie tijd heb meegemaakt. Ja. Ja, de plezier die we met elkaar hadden. En hij had natuurlijk een litteken, een verlies van zijn dierbaren. Alleen dat was bij ons, dat merkte je niet. Als we voetbalden of met elkaar waren. En later, als je wat ouder bent, heb je dat erover met elkaar. Ja, ga er maar aan staan als je zo jong bent. En dat je vanuit een veilige, of in ieder geval vanuit een vertrouwde omgeving met je dierbaren, dat je moet vluchten. Ja, dat is heftig. Ik weet waarom hij hier zit met zijn oom en tante en zijn kleine nichtje. En ik weet ook wat er gebeurd is. Wat is er precies gebeurd? Hij wilde op een dag naar de televisie kijken, naar voetbal. Maar de televisie was stuk. Toen is hij bij de buren gaan kijken. En toen hij aan het kijken was, werden ze plotseling opgeschrikt door een enorm mitrailleur geluid. En toen ze naar buiten gingen, bleek dat zijn hele familie, zijn vader en moeder en zijn broertjes en zusjes doodgeschoten waren. Dus dat is een ongelooflijke tragische gebeurtenis voor die jongen. En eigenlijk is het feit omdat hij van voetbal houdt, dat is een redding geweest. Want anders was hij er ook niet meer geweest. Stel je voor, op die dag dat ik tegen mijn oom zei van ja, oké. En als hij zegt, ja Nando, ja jammer, weet je wel, waarom? Dan hadden we dit gesprek niet gehad. Snap je? Dan hadden we dit gesprek niet. Dus het moest zo gebeuren. Het moest zo gaan. Zo be it. En ik heb er vrede mee. Ik ken het verhaal. Ik ken zijn verhaal. Ik heb het hem nooit op de man af heb ik het hem gevraagd. Maar ja, ik ken het verhaal wel. Dus ik heb het ook zeg maar gehoord. Ja, is vreselijk. Vreselijk op zo'n leeftijd. Maar weet je, en dan, ja, je ziet toch dat sport en dat als je, ook al ben je zo jong en er gebeurt zoiets vreselijks, dat sport een geweldige troost kan zijn. Man. Ajax 2 plaatste zich gisteravond sensationeel voor de kwartfinale van de beker. Het elftal van Jan Olderikerink versloeg in de arena FC Twente in de verlenging met 2-1. De overwinning van Ajax 2 was verdiend, maar tot in de blessuretijd keek het elftal nog wel tegen een 0-1 achterstand aan. Het feit dat je naar de arena gaat, dat was op dat moment ook wel een meetpunt van hoe gaan ze daarmee om, hoe gaan ze met de druk om, hoe ontwikkelen ze zich. En omdat wij zo'n heel klein groepje hadden, was het ook wel een hele mooie beloning voor die jongens. De wedstrijd werd ontsierd door een incident met in de hoofdrollen Twente-verdediger Hulshoff en Ajax-spits Brutiel José. Die rechter die zit er goed op hoor. Oh man. Alles zat erop en eraan. Hij en Hulshoff geloof ik. Die hadden ergens, ik geloof in de eerste helft, een akkefietje was iets aan de hand. En ik zag in één keer een kopstoot en een zwaai. Een rechter van Brutiel José. Of het terecht was of niet. Ze gingen erbij, dan gingen ze eraf. Ja, maar ik meende zelfs ook toen dat het eerste elftal al achter speelde. Dus omdat het verlengen werd, kwamen er steeds meer mensen. En dan werd het natuurlijk was een prachtige sfeer zeg maar, in die verlenging. Ja, we zaten twee keer in het voorprogramma. En dat was gewoon heel fijn. Omdat je mensen die kwamen al binnen druppelen. En ja, naarmate de wedstrijd vorderde, ja, werd het steeds drukker en drukker. Ajax voelt die druk wat op. Zwaanswijk glijdt weg en dan is dit de treffer, de 2-1 van Nando Rafael. In Angola
Je doet niks anders als kind alleen maar te voetballen. Dan maak je twee goaltjes. En dan ging je tellen. Je maakte je eigen bal. En daar had je geen mooie gras, zand. Als je daar kon voetballen, dan kon je voetballen. Ik begon alles te realiseren, zeg maar, hoe serieus, hoe mooi dit eigenlijk alles is, toen ik denk ik in de C'tjes kwam. Weet je wel, dan ben je iets ouder, dan heb je bepaalde dingen meegemaakt. En dan is het heel anders. Ik denk dat hij na 11 maanden dat hij in Nederland al was, eigenlijk al vloeiend Nederlands sprak. En, ja, dat gaf voor mij ook wel aan voor Nando, niet alleen als speler, maar ook als mens. Was hij een stuk volwassener dan dat wij waren. En ik weet ook nog vaak, op zaterdag na de wedstrijd, dan reed hij vaak mee en dan verbleef hij ook vaak bij mij thuis. En dan logeerde hij er. Ik was echt gezegend met goede mensen om me heen. Tot de dag van vandaag. De beste voetballer, Wesley. Brutaal mannetje. Ja, links, rechts. Ik wist niet wat hij was. Was hij linkspoot, rechtspoot? Als je in de D1, zeg maar, corners met links en rechts kan nemen, ja, dan... Voor mij was hij toen die tijd, zeg maar, als voetballer, denk ik wel een van de beste, ja. Deze was ik helemaal vergeten, jongens. Ik had het sinds gisteravond dat ik wel het gevoel dat we wel een goede kans hadden. Dat we stuk voor stuk allemaal goede spelers hebben. Hij was snel, technisch, hij kon goed schieten. Ja, en hij was echt heel grappig. Dus hij is, alleen al bij het zien moest ik lachen met zijn gouden tandje. Dus ja, we hebben een leuke tijd met elkaar gehad, ja. De beide ploegen staan er zo goed als klaar voor. De robuustheid van FC Utrecht tegen de jonkies van Ajax 2. Stekelenburg, de keeper, blijft staan. En dan is het 1-0 door Dirk Kuyt. Wat ik nog weet van de wedstrijd tegen Utrecht is dat we goed voetbal speelden. We deden absoluut niet onder. Maar dat wij de ongelukkige momenten, eigenlijk foutjes dat wij achterkwamen. En Gluzevic kiest positie. Gluzevic moet het afmaken, maakt het af. In de 62e minuut komt FC Utrecht op 2-0. Ja, we vertoonden eigenlijk veerkracht, wat we eigenlijk altijd deden. En we gingen eigenlijk gewoon terug naar de basis en dat was voetballen. Gewoon teruggrijpen naar het voetbal. En dat bleven we eigenlijk doen. Uiteindelijk kwam Nando erin, Nando Rafael. Aan het einde en die liet zien wat die waard was en wat voor groot talent het was. Ajax gaat twee keer wisselen. Nando Rafael met 15 staat klaar. Hij komt in de ploeg. Ik werd heel erg zenuwachtig toen Jan op de rekening zei Nando lopen. Daar begon het al. Dus je gaat warm lopen, je kijkt eventjes naar rechts. Zie je al die mensen op de tribune zitten, denk je van ja, oké. Ik hoop dat ik erin mag. Nou, opeens op een gegeven moment werd je geroepen. Nou, dat was langs de weg van mijn leven, denk ik. Terug te lopen, ja, alles uit te pakken. Succes, jongen. Ajax voelt die druk wat op. Zwaanswijk glijdt weg en dan is dit de treffer, de 2-1. Nadat hij Monza is komen vervangen in de ploeg van Ajax 2. Ja, mooi geraakt, hè? Ja.
dit was een hele belangrijke doelpunt voor mij. Waarom? Want ik denk in die tijd zeker ook dat je met de tweede elft de halve finale beker haalt. Als een van de jongens in het hele team. Je komt erin en je maakt er twee belangrijke goals. Je maakt het nog heel spannend. Ik denk op dat moment werd zeg maar die naam Nando Rafael voorgesteld aan het grote Nederlands voetbal. Maar dat was ook denk ik het begin van het einde wat Ajax sprookje was. Ajax speelt namelijk met vuur om een Angolees talent bij de club te houden. Bewandelt Ajax twee nagenoeg kansloze wegen. Geprobeerd wordt om de 18-jarige Nando Rafael in Nederland te laten blijven via de asielprocedure. En tegelijkertijd heeft de club een werkvergunning voor de jonge speler aangevraagd. Deskundigen voor onder andere het CWI, dat is het Centrum Werk en Inkomen, verwachten dat Nando Nederland zal moeten verlaten. Ja, je merkte dat iedereen dat echt wel wat deed. He, dat hij eigenlijk voor het blok werd gezet van je moet iets anders kiezen, want we kunnen je hier niet toelaten. En nogmaals, daar hebben we hem altijd geprobeerd in te steunen. En we hebben daar ook wel heel veel gevoel bij gehad dat het ontzettend waardeloos voor hem was. Maar ja, dat was op een gegeven moment ook geen keus meer. En ik weet wel dat het ook in die spelersgroep, want de jongens waren natuurlijk op dat moment ook allemaal weer ouder. Nou, dat was best wel, dat kwam best wel binnen. Het kwam als totale verrassing. Kijk, we hebben heel veel mooie momenten gehad. Het is voor mij ook gewoon zo gelopen zoals het moest gaan in de jeugd, heel taal, weet je wel. Niet dat was niet het probleem, maar was alleen van ja, kijk. Ik was al zo lang in Nederland en ik kon het niet begrijpen waarom ik dan geen verblijfvergunning kreeg door het voetbal. Dus toen is de chaos eigenlijk begonnen, zo te zeggen. Ja, het werd natuurlijk min of meer een beetje een juridisch gevecht over zijn verblijfsvergunning. En toen is hij op een gegeven moment natuurlijk naar Duitsland gegaan. Nou, daar heeft hij dan op een gegeven moment wel een verblijfsvergunning gekregen. Daar heeft hij natuurlijk ook een aantal jaren gespeeld. Maar dat was wel wrang dat hij zo'n hele periode eigenlijk van zijn jeugd hier de basis heeft gelegd. En dan uiteindelijk op het moment dat hij heel dicht bij zijn droom zit, dat hij dan zich binnen Ajax zich niet verder kon ontwikkelen door zijn juridische redenen. Ik neem niemand kwalijk. Absoluut niet. Nul. Op een gegeven moment moest het gewoon klaar zijn. En het was ook klaar. Dus als ik terugdenk, om eerlijk te zijn, heb ik echt wel een hele. Ik heb een mooie herinneringen. Ja, with a smile on my face. Ja, want beter kan je het niet hebben. En we gaan strafschoppen. Wapenaar en Stekelenburg, dat zijn de keepers. En keepers kunnen in ieder geval zolang ze zelf geen strafschoppen nemen en missen, niks fout doen. Het was voor mij inderdaad was nieuw. Maar ik denk dat het voor iedereen van ons nieuw was onder deze. Ik bedoel, je weet toch dat het de halve finale van de beker is. En dat je door kan naar de finale. Dus ja, dat is toch een soort druk waar de meesten op dat moment nog niet mee hadden gemaakt. Stefano Seedorf, de eerste. Hard door het midden. Oh ja, ja. Dan komt het moment, hè. Een beetje intimideren. Even naar voren komen, in de ogen kijken. Volgens mij gingen ze er allemaal in, alleen Petri Passane die miste toen. Passane tegenover Wapenaar. Passane en Wapenaar heeft hem. Hij was er de afgelopen drie strafschoppen heel dichtbij. Het was niet zo van de enige speler van het eerste die meedeed, die miste de penalty.
Het was vooral natuurlijk gewoon vervelend voor hem. Ik bedoel, niemand wil een penalty missen. Dus ja, en ik baalde vooral ook voor mezelf natuurlijk dat ik er geen één of twee kon stoppen. Scoort Jean-Paul de Jong, is Utrecht finalist. Jean-Paul de Jong scoort en FC Utrecht is finalist. Op het moment dat je net uitgeschakeld bent, ben je natuurlijk erg teleurgesteld. Ja, ook omdat je natuurlijk, iedereen gaf ons al niet veel meer met 0-2. En dat je dan nog terugkomt en zo dichtbij bent om eigenlijk geschiedenis te schrijven. Maar het zou in ieder geval geweldig zijn als wij als Ajax 2 de finale van de KNVB-beker zouden halen. Nou denk ik niet, we zullen het nooit weten, dat de finale, als het wel Ajax was geweest, dat die in Rotterdam gespeeld zou worden. Dat denk ik niet. Maar goed, ik denk dat er binnen Ajax, misschien zijn de mensen wel opgelucht, maar wij niet. Ik ben Ajax. Ja, zij hebben mij een mooi deel meegegeven in het leven. Nee, ik ben ze heel erg dankbaar. Dus ik kan met een fijn en gerust gevoel terugkijken. Het lijkt wel een sprookje. Dus als ik nu erover nadenk, lijkt alsof ik dat niet ben. Maar that's me. Ja.